In deze kast topics de energiebelastingen, de Human Capital Agenda en het bezoek aan de Groene Woche. Ik krijg de laatste dagen veel vragen van leden hoe het staat met de energiebelastingen. Logisch, want we wachten nog steeds op de impactanalyse over de grote belastingwijzigingen per 2025 die in het coalitieakkoord van de regering waren aangekondigd. We verwachten die impactanalyse deze week of uiterlijk begin februari. Op basis daarvan kunnen en moeten we acteren. In het coalitieakkoord is immers bepaald om per 1 januari 2025 het verlaagd tarief glastuinbouw af te schaffen. Telers gaan daarmee voor ketelgas binnen schijf 1 en 2 het reguliere tarief in de energiebelasting betalen. Ook is bepaald om per 1 januari 2025 voor installaties met WKK de vrijstelling in de energiebelasting te beperken tot elektriciteit die op het net wordt gezet. Onderzocht wordt om gas en elektriciteit voor elektriciteitsproductie en mogelijk ook warmte te splitsen in een belast en onbelast deel. Redenen genoeg om dit kritisch te volgen de komende weken. Het bestuur van Glastuinbouw Nederland heeft de Human Capital Agenda voor de komende 3 jaar vastgesteld. Samen met ondernemers en andere belanghebbenden hebben we ons afgevraagd hoe we de aantrekkingskracht van onze sector structureel kunnen versterken. Hoe kunnen we de kloof tussen vraag en aanbod dichten? En wat staat ons te doen om bestaande en nieuwe krachten duurzaam te verbinden aan de glastuinbouw? Dat is urgenter dan ooit als we kijken naar de krapte op de arbeidsmarkt en de concurrentie van andere branches. Daar komt bij dat het werk in onze sector de komende jaren ingrijpend verandert. Dat vraagt om andere kennis en competenties. We moeten met nieuwe creatieve oplossingen komen. De Human Capital Agenda is daar een belangrijk instrument voor. De nieuwe versie is te vinden op onze website. Momenteel wordt in Berlijn de Groene Woche gehouden. Naast grote stromen consumenten brengen veel vertegenwoordigers van overheden en sectororganisaties een bezoek aan de Duitse hoofdstad. Glastuinbouw Nederland was daar vorige week ook. We hebben met veel belangrijke vertegenwoordigers gesproken over de uitdagingen van de Nederlandse tuinbouw. We hebben gezonde producten laten proeven, maar vooral ook onze innovaties in plantgezondheid en energie laten zien. Samen willen we koploper worden in energiezuinige en circulaire productie. Het is belangrijk die ambitie uit te spreken op onze belangrijkste afzetmarkt.